voor zowel Quinten Hermans als huidige lijstaanvoerder als voor Daan Hoeyklerks. We zitten trouwens op 7 ronden van het einde, maar 4 zijn ze ondertussen. Ja, inderdaad, 7 ronden van het einde. 7 laps to go. Met de leidende Adam Toepalik. Nu gaan ze neer voor Daan Soeter. En een voorsprong van 4 seconden. Nee, het zijn er 7 intussen. Quinten Hermans in deze wind. Op de wereld is Sanne Kahuur, 11 in de gevolgen. En aan de wind is bij van de laatste. Jelle Schuurmans is opruim, andere half minuut. Achterstand. Kijken ook waar de renners zich nu op bevinden. Opletten natuurlijk altijd, want je weet nooit wat onder zo'n water. Die heuvel richting People's Bank publiciteit. Daan Hoeyklerks is een wit Europese en wereldkampioen in elkaars gezelschap. Prachtige prestatie, mooie wedstrijd, prachtoverwinning, Daan Soeter. Aan zijn konto worden gevoegd, dat zal hem. Ja, misschien wel voorsprong. Oké, dus tussen de tweede plaats. Gewonnen door Benne van Kijfker, die de winnaar van deze Bipo's van Trofee met de Europese kampioen.